Bij mij staat Helene Erftemeijer van de Nederlandse Vereniging van Banken. En Helene, ik had gelezen dat er 13.000 man actief is, man en vrouw actief is in de compliance sector bij banken. Dat er 1,4 miljard aan kosten worden gemaakt en dat we slechts 90 tot 95% false positives hebben. Of weliswaar 90 tot 95% false positives. Hoe kijk je aan tegen de effectiviteit van deze activiteit? Nou, met dat jij die cijfers noemt, ik denk dat je mijn antwoord al weet. Ik denk dat dat effectiever kan, maar vooral ook dat het effectiever moet. En dat levert dan misschien ook wel de vraag op, wat is dan effectief? Ja, toepassen van wet en regelgeving. Maar ook voorkomen dat onze producten en diensten misbruikt worden voor illegale activiteiten. Dat wil je niet faciliteren, dat wil je niet. Maar, en die derde mag wat mij betreft wel wat meer aandacht krijgen. Het waardevolle informatie aanleveren bij overheidsinstanties, FIU, opsporingsdiensten, op prioriteiten die we hebben gekozen. En als we dat met elkaar doen, dan kunnen we ook minder doen van die maatregelen die eigenlijk weinig opleveren. En dan gaan we die 90 en 95% omlaag brengen. Oké, en we kijken nu eigenlijk met behulp natuurlijk van de techniek naar alle transacties, hè, bij transaction monitoring. Kan dat dan ook anders? Zie je andere mogelijkheden om daar effectiever in te zijn? Ik denk dat een hele goede mogelijkheid daarin ligt in het delen van informatie. Je kan je voorstellen dat opsporingsdiensten veel beter weten hoe een bedrijfsproces van een crimineel eruit ziet. En dat ze die in beeld hebben. Als we een manier vinden om die informatie proactiever te delen, kan het voorkomen bij banken veel beter. Dus hoe zorgen we dat we dat bij de voordeur stoppen, zonder dat we ook heel veel vragen aan allerlei goedwillende burgers moeten stellen? Er zijn ook initiatieven om meer samen te werken met andere beroepsgroepen. Notarissen, vertelde je ook al. Maar ik kan me ook voorstellen, misschien met accountants. Hoe kijk je daar tegenaan? Je hebt er iets over verteld vanmiddag. Ja, en zoals bankenpoortwachters zijn er veel meer. Ik denk dat je daarop doelt en daar hebben we ook samen een rapport mee uitgebracht, krachten gebundeld. En daar komen inderdaad, werken we samen met notarissen, met accountants, trustkantoren, makelaars. Dus eigenlijk een hele serie poortwachters, want veel van onze uitdagingen zijn hetzelfde, maar ook met dezelfde ambitie om effectiever te zijn dan vandaag. Dus samenwerking, wat mij betreft, zeer welkom. Samenwerking zou meer lonen, denk ik, dat het dan allemaal afzonderlijk in deze. In plaats van allemaal zelf het wiel uit te vinden, zou dat toch ook samen veel sneller kunnen en maken we sneller stappen. En is dat op korte termijn mogelijk of is dat iets van een lange adem? Nou, veel van de dingen hier zijn lange adem, maar we zijn al bezig met een aantal initiatieven om te kijken waar we dat samen kunnen doen. Het helpt al heel erg als we bijvoorbeeld eenzelfde taxonomie hebben. Dus duidelijk hebben, wat vraag ik, waarom vraag ik dat? En wanneer is dat goed genoeg? Goede hoop op dat het gaat lukken. Werken we morgen en ook vandaag aan. Goed, dankjewel Helene.